Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer eens een bakvideo. En het is echt volgens mij super lang geleden dat ik de laatste bakvideo heb gemaakt op mijn kanaal. Dus daar gaan we vandaag verandering in brengen. En ik had namelijk gewoon zin om iets te gaan bakken. En het is niet heel moeilijk. Ik ga namelijk vandaag maken... cake. Maar ik ga er wel een beetje een twist aan geven. Want ik ga het namelijk niet maken als cake, maar als cupcakes. Ik zag namelijk deze super schattige cupcake vormpjes. En ik wilde dit gewoon maken, maar ik wilde dit ook maken. Dus ik dacht, laat ik gewoon kruidcake in de vorm van cupcakes maken. En dan is het natuurlijk nog de vraag of dat ook echt gaat lukken. Ik heb al wel eens vaker zo'n soort cake mix gekocht. En daar stond dan op dat het ook geschikt was om cupcakes mee te maken. Maar hier staat dat dus niet op. Dus ik hoop wel dat het werkt. Dus we gaan het zien. Dit is namelijk echt de meest makkelijke cake ever. Want je hoeft er alleen water bij toe te voegen. Maar misschien dat dat zelfs ook nog fout gaat. Ik weet niet. Er gaan heel vaak dingen fout als ik ga bakken. Dus we gaan zien hoe het gaat lopen. En ik heb ook geen idee hoe lang ze dus in de oven moeten en alles. Wat erop staat is dus voor een grote cake. En voor cupcakes is natuurlijk alles anders. Deze intro is eigenlijk al veel te lang. Dus laten we maar gewoon gaan beginnen. Laat ik gaan beginnen met de oven voorverwarmen. Dat is wel echt een essentieel punt. Elektrische oven, 160 graden. Nu heb ik geen idee of dat hetzelfde is voor cupcakes. Ik zie het vanzelf. Als het verbrandt, dan ja, is het mislukt. In ieder geval, ik ga de oven voorverwarmen op 160 graden. Oké, de volgende stap. Even kijken, vorm de oven voor. Meng de mix en het water in een beslagkom met een spatel tot een glad en klontvrij beslag. Met een spatel? Ik dacht gewoon met de mixer, maar... Oké, dan gaan we het met de spatel doen. Het zal wel. Even kijken, ik heb dus 225 milliliter lauw water nodig. Oké, hoe krijg ik lauw water? Ja, dat wordt nog een struggle. We gaan het proberen. Oké, 225 milliliter is niet heel duidelijk te zien op deze. Want ja, je hebt 250, maar het moet dus een beetje ertussenin. Ja, dat ga ik maar even proberen. Oh, te veel. Nou, dit is 250. Dat is dus te veel. Dus er gaat even wat uit. Nou, volgens mij is het zo wel goed. En hij staat niet scherp. Ik hou hem nu scheef. Maar volgens mij is dit goed. Oké, jongens, ik heb de beslagkom gevonden. Maar ik ben de spatel kwijt. We hebben dus een nieuwe kast in de keuken. En ik weet nu echt niet meer waar alles ligt. Want alles is verplaatst. Dus ik ga even op zoek naar een spatel. 2 hours later. Het heeft even geduurd, maar ik heb hem gevonden hoor. Dus ik kan eindelijk gaan beginnen. Ik ga de camera even verplaatsen. En dan... ga ik nu echt beginnen. En er stinkt iets. Volgens mij zit er iets in de oven dat er nog een restje zat ofzo. Ik ga heel even kijken, want het ruikt heel gek. We gaan de mix in de beslagkom doen. Het ruikt naar pepernoten. Het is wel een beetje raar dat je nu mijn hoofd niet meer kan zien. Oké, dit duurt een beetje lang. Ik moet hem toch even wat groter open scheuren. Goed, het water gaat erbij. En dan moet ik het als het goed is gewoon roeren met de spatel. Meng de mix aan het water met de spatel tot een glad en klontvrij beslag. Niet lucht opkloppen. Oké. Echt, de vorige keer dat ik een cake had gemaakt, toen heb ik het gewoon met een mixer gedaan. Maar ik weet niet of dat toen ook nu is. Nou ja, ik heb trouwens geen cake gemaakt. Ik heb er toen ook cupcakes van gemaakt. Het ziet er wel heel vies uit zo. Maar als het goed is, wordt het lekker. Daar gaan we wel van uit. Oké, ik vind de mixer toch wel echt fijn hoor. Dit is echt armspierwerk. Oh, nou gaat het wel goed. Kijk, het ziet er al een stuk beter uit zo. Nou, ik vind dit wel een glad en klontvrij beslag hoor. Ik vind het helemaal mooi zo. Oké. Nu moet ik eerst deze vormpjes even hierin doen. Ik heb geen idee hoeveel ik er nodig ga hebben. Ik heb 18 vakjes. Dus ik kan er 18 maken. En als het er meer zijn, dan passen ze hier niet in. Oké, ik ga deze er even in zetten. Ik heb er altijd zo'n hekel aan, hè, dat als je een verpakking openmaakt, dat het dan op deze manier open gaat. No. Oh, ik haat dit. Nou, leuk. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they
more understanding. Oké, ik ga daar een mes voor prikken, want dit schiet niet op. Het is ook hoor. Ik vind deze vormpjes echt super schattig. Ik zal even iets hoger zetten, dat praat wat makkelijker. Ik heb deze dus gekocht bij de Jumbo volgens mij. Dus niet even bij een bakwinkel of zo, maar gewoon bij de Jumbo. En ik vind het echt super schattig. En ik doe ze gewoon een beetje om en om, dat ik van elke kleur ongeveer evenveel heb. Oké, nu komt dus het spannendste. En dat is het beslag in de vormpjes doen. Zonder er één grote kliederbende van te maken. Ik ga denk ik gewoon twee lepels pakken. En dan ga ik het erin doen. Ik heb ook wel eens gehoord dat mensen het met een ijslepel doen. Maar ik vind dat echt niet praktisch. Want dat spul blijft echt zo erg vastzitten in dat ding van die ijslepel. Of mensen gebruiken zo'n ijslepel waar niet zo'n ding in zit. Dat als je knijpt dat zo'n dingetje zo gaat. Volgens mij is het een heel chaotisch verhaal. In ieder geval, met de ijslepel die ik heb, is het niet handig. Dus ik pak gewoon twee lepels. Oh, die zijn hier. Ik ben nog niet gewend aan de nieuwe indeling van de keuken. Ik wou wel daarheen lopen naar de andere kant waar ze eerst lagen, maar daar liggen ze nu dus niet meer. Oké, het gaat tot... Oh. Ik wou zeggen, het gaat tot nu toe echt nog goed, maar ik heb nu geknoeid. Precies op het moment dat ik dat wilde zeggen. Oh, ik moet het gewoon niet zeggen, want dan gaat het mis. Oké, ik denk dat 12 eigenlijk wel genoeg is. Want ik heb nu niet meer zo heel, ja, niet meer genoeg over om dit te vullen, dus ik ga... Maar gewoon overal een beetje bij doen. En dan, dan is die leeg. Nou, ze zijn allemaal gevuld. Ik heb dus van één cake mix 12 cupcakes kunnen maken. Ik hoop dat ze niet super erg omhoog gaan komen. Dat ik eigenlijk het alsnog wel had kunnen verdelen over die. Maar ik denk dat het wel goed komt. Ik moet dit even hierin. Nou, ik ga ze nu in de oven doen. Ik heb dus ook geen idee hoe lang. Ik denk dat ik maar gewoon even begin met 10 minuten. Dus we hebben er nu 10 minuten in gezeten. En ik ga heel even kijken. Ik denk dat ze nog wel even moeten. We moeten eigenlijk even in prikken. Nee, ik denk dat ze gewoon nog even moeten. Ik doe er nog even 5 minuten bij. Dit is een heel awkward shot. De 5 minuten zijn voorbij en ze zijn nog boller geworden dan net. Maar ik ga er eventjes in prikken met een satéprikker. Om te kijken of ze al gaar zijn. Nee, ze zijn nog niet gaar. Dus ik ga er sowieso nog 5 minuten bij doen. Oké, de 5 minuten zijn weer voorbij, dus ik ga nog een keertje kijken. Maar ik gok dat ze nog wel even moeten. Nou, het is al wel een stuk beter. Nou, ik doe ze nog 5 minuutjes en dan kunnen ze er denk ik uit. Nou, de prikker komt er droog uit. Dan ga ik ze eruit halen. Tada, zo zien ze eruit. En ik ga ze nu heel even laten afkoelen en dan ga ik ze er daarna uithalen. Ze zijn nu nog een beetje heet, dus ik kan ze nu nog niet vastpakken natuurlijk. Ze zijn klaar en ik ben heel benieuwd om er eentje te gaan proeven. Maar toen ik ze dus eruit haalde, toen zag ik ook dat de onderkant wel een beetje zacht is. Dus ik hoop dat die wel gaar is onderin. Ik ga er nu in ieder geval even eentje proeven. Ik denk dat ik deze even ga proeven waar ik de hele tijd een gat in heb geprikt. Ik ben heel benieuwd of die lekker is. Hij ziet er wel goed uit. Volgens mij is die wel gaar. Ik ga hem nu in ieder geval even proeven. Nou, ik vind hem eigenlijk heel erg lekker. Ik denk niet dat hij echt langer had gemoeten eigenlijk. Oké, ik vind het echt heel erg lekker. Dus conclusie, je kan van deze kruidcake ook gewoon cupcakes maken. De smaak is super lekker. Ik hou sowieso heel erg van kruidcake. De structuur is ook heel fijn, want hij is gewoon heel fluffy. En ja, ik vind het gewoon super lekker. Dus
Dit is zeker een geslaagd recept. Dit recept was natuurlijk niet echt moeilijk, aangezien ik alleen maar water erbij hoefde te doen. Heb jij nou een idee wat ik de volgende keer kan gaan testen? Laat het me dan vooral eventjes weten hieronder in de reacties. Misschien zie je dat dan wel een keertje terugkomen. Het lijkt mij tenminste leuk om dit wel weer wat vaker te gaan doen. Als je het leuk vond om naar deze video te kijken, doe dan vooral een duimpje omhoog. En vergeet vooral niet te abonneren als je dat nog niet was. En hopelijk zie ik je dan weer in mijn volgende video. Dan ga ik nu even lekker dit cakeje verder opeten. Doei!